Er was eens boter. Iets wat we bijna allemaal eten. Ik smeer het elke dag op mijn boterham. Het lijkt zo normaal. Maar ik ga jullie iets nieuws vertellen over boter. Oké, misschien is het niet nieuw voor iedereen, maar dat doet er nu even niet toe. Vroeger, en dan heb ik het over de jaren 50-60, zag boter er zo uit. En in die tijd werd er met boter gesmokkeld. Ja, ik vond het toen ik het net te horen kreeg ook heel raar klinken, maar het is echt gebeurd. Ik lieg niet. Het speelde zich allemaal af aan de Belgische grens met Nederland. Boter in Nederland was veel goedkoper dan in België. Maar vroeger waren er nog geen open grenzen, dus even om boter bij ons in Nederland zat er voor de Belgen niet in. De smokkelaars, ook al genoemd als bungelaars, kochten in Nederland goedkope boter in bij boterhandelaren of aan de achterdeur bij de fabriek. Vervolgens smokkelden ze het over de grens, wat niet geheel zonder risico ging. Vroeger noemden mensen de douane commiezen. De commiezen stonden altijd op wacht om de pungelaars te pakken. De pungelaars waren heel slim. Ze gebruikten deze scherpe dingen, ook wel genoemd als kraaienpoten. Als je die op de grond gooit, staat er altijd wel één scherpe pin omhoog. Zodra de politie of commiezen er dan overheen reden, liep een band gelijk leeg. Als het de pungelaars dan lukte om over de grens te geraken, verkochten ze het daar voor heel veel geld.